Goedemiddag, met Jens Veldje, ICT-coördinator op het Onze Lieve Vrouw Lyceum. Ik laat jullie snel zien wat dat de mogelijke oplossing kan zijn als je een Java-probleem tegenkomt in verband met de beveiliging. Bijvoorbeeld als je de CD-ROM van Pinter gebruikt. Ik ga de CD-ROM even opstarten. Ik ga de autostart gebruiken. En zo. Dus normaal gezien als je de CD insteekt zal hij zelf starten. Ik gebruik Google Chrome, maar dezelfde melding krijg je in Internet Explorer. Of Firefox of Safari. Dus ik klik eventjes om de CD-ROM te openen. Ik krijg mijn pop-up browsertje. En ik ga eens even naar hoofdstuk 1. Het voorschrift van veel termen. Ik ga hier altijd de plugin van Java uitvoeren. En dan gaan we de volgende melding krijgen. Application blocked by security settings. Je ziet dat Java op de achtergrond probeert op te starten om de interactieve oefening te starten. Maar dat lukt niet. Dus er is een security instelling die te hoog ingesteld staat. Nu, standaard staat hij hoog ingesteld omdat er wat probleempjes geweest zijn met Java wereldwijd. Dus ze hebben de beveiliging standaard verhoogd. Dus die gaan we aanpassen. Dus die staat nu te hoog. Ik zal het schermpje even dicht doen, zodat het gemakkelijk te volgen is. Waar stel je dat in, die Java beveiliging? Dat doe je op de C-schijf in de map Program Files. Bij mij staat daar x86 bij omdat ik met een 64-bit besturingssysteem werk. Ga naar het mapje Java. In het mapje Java ga je misschien meerdere versies hebben staan van Java. Als je meerdere versies geïnstalleerd hebt, kies daar altijd de laatste versie van. Je kan eventueel die selecteren door hierop gewijzigd op te drukken. Dus ik heb er maar eentje. Dan ga je in de map bin kijken, binary bestandjes. En dan scroll je een beetje naar beneden totdat je javacpl.exe tegenkomt. Het control panel van Java. Als je dat dubbelklikt gaat hij het Java controle paneel opstarten. Dan moet je naar het tabblad Security gaan. En in Security ga je zien staan dat het Security Level standaard op High staat. Nu, daar werkt de CD-ROM met Pinter niet mee. Dus we gaan dat verlagen naar Medium. We drukken op Apply om dat uit te voeren. En drukken op OK. Nu gaan we gewoon dezelfde CD-ROM even opstarten. Dus de CD-ROM van Pinter. Gaan we automatisch opstarten. En daar komt Google Chrome. Ik ga de CD-ROM opstarten. Zo. Ik ga opnieuw naar hoofdstuk 1. Ik druk op voorschrift van veel term en functies bepalen en ik ga nu opnieuw uitvoeren. En je zal zien dat Java nu wel degelijk start. Dus als ik een nieuwe oefening zou laten tekenen, dan ga je zien dat de grafiek berekend wordt. Dus dat doe je, dat zijn de stappen die je moet doen om de security settings van Java te verlagen. Dus ik zal het heel snel herhalen. Zo, in het mapje C. Program files, eventueel x86 als je een 64-bit besturingssysteem gebruikt. Java, je kiest de laatste versie en je gaat naar de binmap. En in de binmap vind je Java control panel. Die start je op en je gaat naar het tabblad security om die te verlagen. Nu, als je gedaan hebt met werken met de CD-ROM van Pinter en je vertrouwt het zaakje niet, dan kan je die security altijd terug op high gaan zetten. Maar onthoud dan dat je CD-ROM niet verder zal werken. Goed, dat waren de stapjes.